Justin Hoogma, was die vroege 1-0 voorsprong precies wat jullie wilden? Ja, natuurlijk is dat lekker. Als je vroeg in de wedstrijd al voor kunt komen. Maar ik denk dat we eigenlijk vanaf minuut 1 goed in de wedstrijd zaten. En gewoon al met al een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Ja, gelijk 1-0 voor. Dan moet ADO komen. Is dat ook het spelletje wat hun eigenlijk niet willen spelen? Ja, ik denk dat ze daar iets meer moeite mee hebben, denk ik. Ik denk dat ze op de counter wel heel goed zijn. Dat zag je ook een paar keer met een paar uitbraken. Dat ze toch wel snelle spelers hebben. En met feiten een goed aanspelpunt. Als ze het spel moeten maken, hebben ze daar iets meer moeite mee, denk ik. Maar je moet wel uitkijken dat je niet te ver terug gaat. Want met voorzetten zijn ze ook gevaarlijk. Maar ik denk dat we dat vandaag gewoon heel goed gedaan hebben. Ja, toch ook vanuit de opbouw in de beginfase kregen jullie heel veel ruimte om te voetballen. Ja, heel veel ruimte. Zij probeerden met de buitenspelers op mij of Sava door te stappen. En ja, er was eigenlijk genoeg ruimte om in te dribbelen of middenvelders aan te spelen. Dan konden we vrij makkelijk onderuit spelen. En de tweede helft deden ze het anders, gingen ze gelijk vastzetten. En toen was het iets moeilijker voetballen, maar gingen we iets sneller lange bal zoeken. Wat uiteindelijk ook prima was. Ja, ik kan me voorstellen voor de mensen in het uitvak dat ze de 2-0 niet helemaal goed hebben gezien. Maar ja, hoe ging dat? Ja, het was een scrimmage. Hè? Ja, eerst gaf Emil een goede bal op mij en die raakte ik nog niet lekker. Nou, toen werd die bal kwam weer terug bij de zijkant, volgens mij bij Schoofs. En ik bleef staan en die bal kwam, ik weet niet precies hoe, kwam op het goal. En de keeper liet hem los en ik kon hem binnen tikken. Ja, hoe lekker is dat? Vlak ja, voor rust? Ja, heerlijk, heerlijk. 2-0, vlak voor rust, heerlijk. Ja, uiteindelijk kreeg je nog wel kansen toch ook om de derde nog wel te maken in de eerste helft. Was het iets te veel van het goede geweest? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je het goed zegt. Ik denk dat we al eerder de wedstrijd op slot konden gooien. Ik denk een minuut 60 of zo dat we toch twee hele goede mogelijkheden kregen om op 0-3 te komen. Maar het geeft ook wel een heerlijk gevoel dat we zo goed verdedigd hebben. Want we hebben eigenlijk geen grote kans weggegeven. Maar goed, het is nog iets lekkerder als je hem nog eerder op slot gooit. Maar ik had eigenlijk steeds de hele wedstrijd een heel zeker gevoel achterin dat wij geen doelpunt tegen gingen krijgen. En dat is fijn. Ja, op een gegeven moment de tweede helft, ADO probeert wel aan te dringen. Hebben jullie ook een bus in het hoofd zitten van nu extra opletten dat die bal net niet goed valt voor hun, zeg maar? Ja, tuurlijk zeggen dat tegen elkaar. En ik vond ook wel in de eerste 10 minuten dat zij wel even een offensief hadden. Waarin we het wel wat lastig hadden, maar eigenlijk niks groots weggaven. Dus dat hebben we goed doorstaan en daarna kwamen toch iets meer ruimte. En als we de eerste bal konden houden, ja, dan was het helemaal open. Omdat zij natuurlijk heel aanvallend gaan spelen de tweede helft. En wat ik net zei, van, dan kun je misschien nog iets beter het uitspelen. Dan maak je nog eerder het doelpunt. Maar al met al prima. Uiteindelijk de derde goal van Issy. Hoe mooi is dat voor hem? Ja, prachtig. Ik denk dat Issy gewoon dit doelpunt verdiend heeft. Hoe hij in is gevallen, dat is gewoon heel goed. Hij heeft veel ballen vastgehouden, heeft hard gewerkt. En een hele mooie goal ook nog gemaakt. Ja, wederom een knappe uitoverwinning. Wat zegt deze overwinning over jullie ploeg? Over wat? Over jullie ploeg. Vandaag heb ik gewoon een hele, hele goede ploeg gezien. Ik vond ook MV uit wat een mindere wedstrijd van ons was. Maar de vechtlust was heel goed daar. Dat heb ik vandaag ook weer gezien. En dat moet gewoon de basis zijn. Ja, de trainer heeft het vaak over durven van voetballen. Nou, volgens mij hebben we dat vanavond echt wel gezien, toch? Ja, zeker. Ik denk dat we ook goed, met name de eerste helft, gewoon heel goed voetbal hebben gespeeld. De tweede helft was dat lastiger, omdat zij gewoon één op één doorgingen. Dat is logisch. Maar ook daarin hebben we ook een aantal keren goed nog eronder uitgespeeld. Dus gewoon vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld. Ja, uiteindelijk weer het feest bij het uitvak. Meer dan 200 man weer meegereisd uit Almelo op een maandagavond. Hoe uniek is dat? Bizar. Hele wedstrijd hoorde ze ook. Het was echt geweldig. Dat geeft een enorme boost voor ons. Top. Dankjewel. Alsjeblieft.